grootste elektronische circus ter wereld. Willem Ruis presenteert VARA's Sterrenshow. En hier is uw ster, Willem Ruis. Uren van spanning zijn dat. We hebben gewacht. Hartelijk welkom thuis. We lopen een beetje te janken achter, maar dat mag. We zijn moe. We moeten beginnen en ik weet niet goed hoe ik moet beginnen. Je zit dan aan je bureau ook te denken van hoe zal je nou een opening maken. Dat we vorige week zulke prachtige orkesten hebben kunnen laten zien. En ballet en alles. En dan denk je zo'n hele week na. We hebben vannacht zonder stroom gezeten. De kachels zijn uitgevallen. Het water in de camper was bevroren. Dus ik heb hem voor het eerst niet echt kunnen wassen. Maar je ziet het verschil toch niet in al die jaren. Wat dat betreft. Maar ik zou u zeggen, we hebben er ontzettend veel zin in. Het is jammer dat het iets later is. Wat er allemaal gaat gebeuren weten we ook niet. Het enige wat ik denk bij mezelf is, hoe zal ik nu eens openen? Mooier kan het bijna niet. En zittend achter je bureau denk je dan, ja, hoe moet je dat nou doen? Een tweede sterrenshow, Piet. Je weet soms niet hoe te beginnen. Zoekt uren achter je bureau. Het is iedere week opnieuw verzinnen. Hoe open je een show? Jij alleen met orkest, met ballet erbij lijkt ons het best. Wordt nu toch wel tijd dat jij tot een besluit komt. Maar hoe meer de tijd verstrijkt, het is een wonder, maar dan blijkt dat je met z'n allen iedere keer weer uitkomt. Met zijn wens heeft geen zin. Met de trap beginnen net zo min. Maar het wordt nu wel tijd dat hij de knoop eens doorhaalt. Steek de koppen bij elkaar. Geeft niet hoe, het geeft niet maar. Het zal je toch maar overkomen, in Waalwijk zonder een entree. Besluit is steeds nog niet genomen, wie heeft er een idee? Nu een spel heeft geen zin, nu wat zij verstrekken even min. Denk dat hij er nu voor het eerst een keer niet uitkomt. Al maakt hij zich nog zo kwaad, voor een lied is het te laat. Maar om nou nog te gaan zoeken heeft geen zin. Dus beschouw het lied van net maar als begin. Dank u. Het wordt een fantastische sterrenshow, want u mag doorgaan. Hier zijn de sterren van vanavond. Ja! De sterrenshow gaat mensen een kans geven. Uit Hellevoetsluis. Moeder en dochter Truus en Nancy Klaver met papegaaien. Dochter Nancy presenteert ze. Moeder Truus is ladyspeaker. En wat als er iets aan de strijkstok blijft hangen? Dan zal Truus een reis maken en Nancy stopt geld in haar mannequinopleiding. U gaat duimen voor Truus en Nancy Klaver. De Sterrenshow gaat mensen een kans geven. Ons echtpaar uit Assendelft. Dia en Hajo Strik. Dia neemt de wens voor haar rekening. Zij is amatrice operettezangeres. Maar ook de Beatles zijn haar lief. Zij maakten een combinatie van twee genres. De titel Beatles Barok.
Na de eerste ronde krijgt zij steun van Hajo. Bestemmen voor geldprijzen. Hun twee kinderen zullen daar wel raad mee weten. Met die twee zeggen wij succes Kia en Hajo Sprik. Ja. De Sterrenshow gaat mensen een kans geven. Uit Den Haag komen Mirjam en Glenda Spier. Geboren in zonnig Suriname. Tweemaal zon in een winterswaalwijk. Hun wens, samen acteren in een reclamespot. En wie weet, rijdt Mirjam straks in haar gedroomde auto. Wie weet, zet Glenda straks een leuk bedrag op de bank. Onze beste wensen vergezellen Mirjam en Glenda Spier. En wat een heerlijk publiek in Waalwijk. Het vriest geloof ik min 15 al, maar wij blijven warm hè, in de tent. Nou is het probleem dat we een trekking hebben gedaan voordat de rechtstreekse uitzending kon beginnen. En dat betekent dat de trekking in zijn totaliteit al reeds op het bord achter mij staat. Want een snelle witte van de Rijkspolitie, we hadden hem al eerder verkocht deze, die is onderweg met die band. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Het betekent dat u een trekking krijgt. Een trekking krijgt en ik kan wel twee klappen geven en dat doe ik dan ook. En dan zal ik er twee noemen en dan zijn dit de eerste twee sterren. Dan kan je thuis gaan opschrijven, dat is misschien beter dan het afkrabben. Dan kunt u het ook bijhouden. Hier is ster 1, maar er gebeurt dus nou niks, want die staat er al. En dit wordt dus ster 2. En dan hou ik het even bij. En de letters, u kijkt thuis natuurlijk heel spannend, want hij is er al, zijn B en D. Verder ga ik nog niet, hè, dus... B en D zijn de letters in de resume. En de letters zijn, of de sterren zijn 1 en 2. Dat is een beetje wennen natuurlijk, want thuis zit je natuurlijk te zijn. Laat ik het mij vermakkelijk maken voor u allemaal. Ik zal hem helemaal geven, dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Dan kun je thuis gaan krabben en dan kan je daarna weer naar het andere net toe als u dat wil. Maar ik denk het niet, want het wordt een leuke show vanavond. Hier komt de totale trekking in één klap. Daar gaat hij. De sterren die we trokken vanavond zijn 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22 en 23. De letters daarbij horend zijn B, D, E, H, L, M, N, O, S, U, X, Y. Als het thuis allemaal te snel ging, geen probleem. Ik zal de volgende keer weer de hele trekking voor u vertellen. Liefste wensen van mensen hebben we gekregen. Veel mensen wilden natuurlijk praten met hele beroemde mensen. Truus en Nancy Klaver hadden in eerste opzet een contact willen hebben met Blake Edwards van Dynasty. Die hebben gebeld. We hebben hem persoonlijk heb ik hem aan de lijn gehad, Blake. Maar hij kon niet komen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dus ik zei tegen Nancy, we hebben een act voor je. Misschien vind je dat leuk als liefste wens om dan toch te kunnen stralen als ster. Het gaat met papegaaien en tenslotte wie ziet het verschil? Laten we eerlijk zijn. Maar het is een prachtig variété-nummer. Ze hebben erop gerepeteerd. Het is werkelijk hun première. Zij stralen als ster. Ik stel u hooggeëerd publiek voor aan de papegaaien en Truus en Nancy Klaver. Assistenten Nancy, de papegaaien, William, Pablo, Pepe, Tom en Jerry en meneer Jansen. We gaan deze avond heel feestelijk openen met Pepe, die gaat namelijk de vlag in top hijsen. Daar is hij heel gewiekst in, kijkt u mij. Hij doet het heel erg goed. Pepe! Dan krijgen we nu Jerry. Jerry is een hele tijd in Amerika geweest en die heeft het rollerskaten daar geleerd. Nou, wij moesten voor hen dus kleine rolschaatjes kopen. En kijkt u maar naar Jerry. En als hij heel goed zijn best doet, mag hij meedoen aan de kampioenschappen. Jerry. Niet zoals wij hoor, nee, hij doet het met een bel. En we gaan hem uitproberen, want niemand zal het misschien geloven. Maar we kijken wat hij doet. Ik zal even in het publiek. Meneer, u lijkt heel erg wiskundig. Een getal onder de 10 alstublieft. 7? Ja? Tommy, hoor je het? Die meneer zegt 7. Probeer het maar. Niet aan Jerry vragen, want die weet...
weet het toch niet. 7, Tommy. 7. En dat is niet alles, want Tommy kan ook optellen. Mevrouw, een getal onder 7, optelsommetje onder de 10. Zeg u het mij. 3 en... Tommy, 3 plus 2. Probeer het maar. Niet af laten leiden. 3. Nog 1. Perfect. Dat was Tommy. En dan nu. De wegpiraat. Onze Pepe. Die heeft namelijk een paar weken geleden zijn rijbewijs gehaald. Nou, dat heeft ons heel wat geld gekost, want hij wou direct een nieuwe auto. En die heeft hij dan ook gekregen. Maar hij gaat elke dag de hoort op en dat kost heel wat benzine. Waar hij ons nu mee naartoe neemt, we zien het wel. Je zal zelf moeten tanken hoor, want dat doe ik niet voor je. Eens kijken hoor. Ja. Yeah. Zo. De benzinetank weer vol. Instappen en wegwezen. Kom op, Pepe. Ja, waar gaan we naartoe? Op naar de volgende sterrenshow. Dat waren ze. Mijn assistente Nancy, de papegaaien. Houdoe. Fantastisch. Hallo jongens, hebben jullie erg in de zenuwen gezeten achter met al dat gedoe? Nou, een beetje wel, ja. Je dacht dat het niet doorging, hè? Nee, dat dacht ik zeker. Ja, ik dacht het ook zeker. Ik zat ook in de zenuwen. Ik dacht, het gaat nooit door meer, maar het gaat door. Ja, je bent nou op tv, goed hè? Hou je veel van dieren, Nancy? Erg veel. Heb je zelf wat? Sprekende parkiet en een hond. Sprekende parkiet? Hoeveel talen? Eén taal. Oh, dus helemaal nog bijleren in ieder geval. En Truus, wat doe jij? Ik ben huisvrouw. Nou, vandaar. De jongens hebben een beetje aan het vliegen daar. Dus je hebt ze mogen trainen van een dierenpark waarvan we de naam niet bekend mogen maken. Hè? Maar kijk maar naar mijn handen, hoe oud ze zijn, weet je wel. Dan weet je wel waar het over gaat ongeveer. Dus Truus en Nancy Klaver, ja! Yeah!